één dag voor de operatie. Het is Koningsdag, maar mijn hoofd staat echt niet bij Koningsdag. Morgen rond deze tijd lig ik gewoon op de operatietafel. Hoe raar. Dit is gewoon de laatste keer dat ik ga douchen met dit. Het is best wel raar te beseffen dat het daarna gewoon niet meer is. Nog 2 uur voordat ik moet vertrekken. En ik krijg nog even speciaal bezoek. Joost kwam nog even opbrengen. Kijk, die nemen we mee. Ja. En Joost. En er komt nog iemand. Yay. Nou, dan gaat tante naar de gym, de kliniek. Dag. Dag, dag. Veel succes. Doeg. We zijn dus aangekomen. En Annette is mee. En Carlijn is even langsgekomen. Speciaal op de fiets. Ik vind dat zo lief. Zo lief. Die heeft even een uur gefietst om hier voor mij te komen. Even support. Dus ja, thanks. Voor mij een chickie altijd toch? Ja toch. Het is in Utrecht. Dus. 10 minuten. Nog niet eens 10 minuten. Dan mag ik naar binnen. 6 minuten. Ja, ik lijk heel rustig hoor. Maar van binnen. Ik doe mijn hele lichaam dit. Ja, het is echt... Ik weet ongeveer wat mij te wachten staat, maar eigenlijk ook weer niet ofzo. Dat is niet leuk. Maar ja, nu heb ik ze nog. Straks niet meer. Ik ga mee. Support mee, ik ga neefje. Daar ga je! We zijn er klaar voor. Ja. Ik ben er klaar voor. Alles is gecheckt. Ik heb een infusie. Ik heb mijn jasje aan. En ik lig nu hier. Alles gaat goed. Bedje ligt prima. Wanneer is je geboortedatum? 25 juni 1998. Nou, we hebben een goede patiënt. Ja. We hebben afgesproken. Een mastectomie verder te verrichten in de gebruikelijke houding. Dubbele incisie hebben we al gezegd. Te veel inademen, wij moeten ook nog wat hebben. Krijg even een kapje met het zuurstof, hè? Mm-hmm. Maar lekker. Ja. Een hele diepe zucht, er komt wat zuurstof aan. En de vormpjes aanzetten. Nou, slaap lekker en heel goed voor je zorgen. Zo, eet smakelijk. Dankjewel, ik ben net wakker. En even lekker een broodje. Hagelslag. Beschrijven, echt waar. Ik ben echt heel blij. Ja, you did it. Ik ben plat. Oh. Even lekker wat eten. En ja. Deze zometeen innemen. Ik ben echt, mensen kunnen de loterij winnen, maar hey, die heb ik vandaag gewonnen. Wauw. Heel bijzonder. En dit is een huisje. Er zit een rits aan de voorkant. En met drains. Zei je? Het zit niet lekker. Het zijn iets sexy in mijn. In mijn... Ja. Zie ik er weer iets representatiever uit of zo. Wel fijn hoor om ook gewoon je eigen kleding weer even aan te hebben. Zo. Ja, maar ik voel me gewoon echt goed. Een beetje gammel, niet zoveel kracht in mijn armen of zo. Maar voor de rest
Zo. En dan gewoon zo. En dan is het goed. Ik ben blij. Je moet nog anderhalf uur terug. Alles gaat goed. Ik ga nu weer even een stukje lopen. Want mijn rug voel ik wel man van altijd liggen. Dus ja man, dit toilet is erachter. Yo, het is hier best wel gezellig. En ik lig hier met Mika en Sasha. En het is hier. En het is hier vet gezellig. We hebben struggles hier. Er wil iemand winegums aan mij geven, maar opstaan gaat niet zo makkelijk. En we moeten een lichtknopje vinden, toch? Ook wel een slokje. Ja. Slokje? Oh kijk, we zijn aan het drank met z'n allen. We hebben een... lekker, lekker, lekker. En mijn medicatie ligt klaar voor zo meteen 10 uur. Kijk, zo gaat dat hier. Teamwork. Hier. Teamwork. Alsjeblieft, ik heb een mooie crop top. Oké, onderweg om tanden te poetsen. Jullie hebben je weg al gevonden. Nou, wie gaat eerst? Ik heb daar We hebben net lekker tanden gepoetst. Woop, woop. We hebben tanden gepoetst. Woop, woop. Nou lopen we terug naar onze bestje. Hij is echt cool. Hij is echt vet. Thanks, mom. Hey, hij is echt cool. Ik heb mijn tanden vast. En dan gaan we... Wat is mijn bed? Dit. Oh. Was dat echt? Dat is mijn bed. Ik weet niet. Dat is serieus. Je wordt vergeetachtig. Ik gooi het op de narcose, dat het je narcose is, dat je dat vergeet. Als je vanavond maar niet bij mij in bed kruipt, als je naar het toilet moet of zo en denkt, hé, dat is mijn bed. Hé, hey, even opschuiven, hè. Wanneer je een boek valt in het bed. Oeh. Ja, wat doe je nou, ja? Wat heb je daar? Nee, dat ben ik. Je bent betrapt. Wat drink je? Wat heb je? Of heb je een nieuwe handtas? Lucci handtas. Koop hem nu. Hoeveel? Ik wil kopen. Onbetaalbaar. Mijn was betaalbaar. Mijn is van AliExpress. Ik heb hem ook wel. Dat is echt jammer hoor. Valt wel niet tegen hoor. Ja man. Dit is echt... Lucci Dior. Ja, dit is echt apart man. Ik ben echt blij als die drains eruit zijn morgen. Lucci, ik kan echt niet wachten. Zometeen eerst lekker slapen. Je hebt een mooi poster naast je bed. Dit? Ja. Oh, dat wel. Wat die nu dan maken. Ja. Dat is ook een beetje altijd best wel eng. Ik weet niet. Gewoon een beetje eruit zien en dat ze meedraaien met de zon. Ik vind het een beetje creepy. Tot niet. Ja. Wacht niet. Een beetje net op. En zo meteen worden mijn drains eruit gehaald. Best wel spannend. Ja. Komt goed. Ja, dat is wel handig. Nou, heel vaak denk ik er eigenlijk niet aan, maar. Misschien denk ik best lang op. Dus... Hi. Yay, ik word opgehaald. Yay, ik neem er mee. Pas mee. Support mee. Ja, en lekker de hout uitzwaaien hier. Yes. Hey, we zijn weer buiten. Ja. Ik heb gewoon geen jas mee, hè. Dat is heel goed. En, jee, we gaan naar huis. We gaan naar huis, ze zoekt de auto. Dat is niet zo moeilijk, want je hebt een rood dak. Ga je de auto in? Yes. Ik zal de deur voor je openen. Pom, 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 pom. Rustig gaan zitten. Ja, yes, ik zit. Oh, die auto zit lekker. Ja? Oh ja, de gordel moet ik achterlangs. Achterlangs. Oké, klaar voor? Klaar voor. Nou, dag, dag. Doei. Het is wel echt mooi daar, zeg. Heel mooi. En dan gaan we weer naar huis. Ja.
ze is weer terug. Ze blijft hier 2 weken. 2 weken. Dat is 14 nachtjes. Ja, dat is er anders, hè? Geen tiddies meer. Ja, tante, ik ben deze mee voor jou, hè? Ja, mag niet. Joost, zullen we spelen? Waar zijn de ballen? Ballen. Terusten, prinsesje. Eerste nacht thuis. Ja, slaap lekker. Love you. Mijn eerste ochtendje, wakker. Goedemorgen. Yay. Het is gewoon 8 uur, hoor. Het is 8 uur. Hey, en ik heb mijn drukvest aan nog steeds. En hij zit heel erg strak. Maar ik heb goed geslapen, dus ik ben heel blij. Op naar het ontbijt. En 4 mei controle. En dan worden de tepelsponsjes eraf gehaald. En kan ik het resultaat verder zien. En nou moet ik het nog even doen met dit. Lekker opgeblazen buikie. Maar gaat goed. Eerste keer lekkere frisse lucht. En niet zomaar ergens. Maar gewoon bij de tulpen. Lekker. Lekker zonnetje. Daar ga ik goed op. Nou, dit is een bloempjes auw. Het is nacht 2 thuis. Het gaat goed. En ondanks dat het vest drukt en zo en wel meer begint te snijden in mijn huid of zo. Ik weet niet, het zit gewoon strak. Voel ik me goed. Nog steeds niet misselijk. Geen pijn. Ik ga er goed op. Geen medicatie meer. Super. Ik ga nu lekker slapen. En we zijn buiten. Eerste lekkere zonnestralen. Met de hond. Ja, even genieten buiten. Heerlijk. Chillings met de hond. En even een lekkere ochtendwandeling maken. Oh, super chill om even lekker buiten te zijn. Ik loop niet heel soepel. Ik schuifel een beetje. En, maar het is wel lekker. Onder mijn vest voel ik het een beetje tintelen. Maar ik denk dat gewoon die wonden lekker aan het genezen zijn. Morgen de controle, dus ik ben heel erg benieuwd. Ik vind het wel spannend. Maar voor nu, dit lopen zo. Hier. Lekker man. Onderweg naar de kliniek. Want we hebben een controleafspraak. Althans, ik heb een controleafspraak. Ik ben heel erg zenuwachtig. Maar het gaat wel goed komen. Komt wel goed. Zeker. En daar zijn we dan. Nou, dan gaan we het openmaken. Had je het al gezien? Met de operatie zeg maar kort daarna te nemen wel. En daarna eigenlijk niet meer. Dus Oh, dit voelt echt even als een opluchting. Ja, dat geloof ik. Geniet er nog maar even van. Het is echt plat. Goed om te zien, denk ik, hè? Ja. Snap je? Want het komt nu onder... Dus ja, we blijven liggen. Dan gaan we kijken. Het kan gevoelig zijn. Het kan een beetje gek idee voelen als ik dit doe. Het voelt heel apart. Ja, dat voelt heel apart, hè? Ik ga de weer gaasjes opdoen en zo kan ik die gaasjes tussen kan stoppen. Ja. Deze eerst even lucht opplakken. Ik denk wel dat je merkt als het vast zit. Het kan best zijn dat hij vast gaat zitten. Ja. Omdat er weer druk erop uitoefenen. Dan weet ik niet of het ergens nog een druppeltje vocht daar komt. Maar ja, daar moet het ook weer uit. Ja. Ik wil weer even deze eerst vastmaken. Dan yes. Ga ik zo meteen om de weer.
dat aantrekken zoals je een beetje naar beneden, dat maakt met dit schuiven dan verder niet uit of zo als je hem een beetje goed wil trekken? Of is dat zeg je van dat moet je eigenlijk niet doen? Nou ja, dat mag nu wel. Dat doen we nu ook. Ik heb er daar ook gaasjes op zitten. Maar dat kan wel geen kwaad, zeg maar. Even deze doormidden knippen. Kijk, het is hier zo, dat het een beetje ingedrukt of zo. Het lijkt net zo'n soort radiospeaker ding. Ja, echt. Oké, wat zijn we nu? We zijn nu... Pepperoni Buddies. Pepperoni Buddies, en het ging goed vandaag. Yay. Maar het is echt een beetje... Ik heb vandaag voor het eerst mijn haar weer een beetje gedaan. Het zit erop. En we gaan weer lekker naar huis. En alles is goed gegaan. We gaan weer terug naar Meppel. Eerste keer zonder sesje thuis. En het wordt de eerste keer douchen. Yes, eerste keer gedoucht. Oh, en dat is zo lekker. En ik ben zo trots en blij. Dit is gewoon... Ik voel me als herboren. Echt waar. Ik voel me fris. Ik voel me schoon. En ik ben plat.